Yes, yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2017. Mijn naam is Victor en vandaag gaan we weer eens rijden op Noordwest Nederland 4. Like, duimpje omhoog als je vindt dat dat ook te lang geleden eigenlijk is. Dus laten we snel gaan beginnen na de intro. Zo, en daar staan we dan. Goedemiddag, meester. U rijdt de 17-13 dienst naar Hoofddorp met 5 bakken SGM. Op Hoofddorp keert u om en rijdt u terug. Er zijn enkele klachten over de airco in het achterste deel. We houden u op de hoogte. U vertrekt over enkele minuten. Oké, perfect. Wij gaan de passagiers in en uit laten stappen. Ik zeg een hele goede middag en tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2017. Mijn naam is Victor en ik heb er dus super veel zin in vandaag. De SGM, dat is een echte stadstrein. Zo kunnen we dat wel noemen, denk ik. En we gaan weer lekker rijden naar Schiphol. Dat is ook alweer even een tijdje geleden. Terwijl dat wel een heel mooi deel is wat erbij gemaakt is. Dus, nou, prima. Ja, en ik ben... mocht u mensen denken van... er is iets met de aflevering of zo. Of er zitten wat... Ja... Er is iets, ik ben, of er zijn iets minder afleveringen. Ik ben bezig om voor aankomende zomer een soort aflevering te maken. Wat dat is, dat gaan jullie in de zomer allemaal zien. Maar dat betekent, ik moet natuurlijk ook een keertje op vakantie. En dan gaan jullie dat zien in die tijd dat ik op vakantie ben. Dus ik ben in principe nu voor de vakantie. Voor in de zomer ben ik al wat afleveringen aan het maken. Geen gamevideo's, maar wat het wel is, dat gaan jullie binnenkort zien. Dus mochten jullie nu iets minder video's per week zien, dan, dan zijn jullie er in ieder geval van op de hoogte. Goed, de passagiers zijn in en uit gestapt. Wij gaan gelijk door. Go via SF. Ik ben heel erg benieuwd wat ze daarmee bedoelen. SF, maar ik vind het allemaal prima. We gaan in ieder geval de goede kant op, dus ik denk dat we over een soort van wissel of zo moeten. Ik weet het niet. We gaan het zien. Dat is het leuke aan een scenario natuurlijk. Je kan alle kanten op gaan. Het is aardig druk hier op Amsterdam CS. Daar staat mevrouw Koptelefoonmans. En ik wil de meneer Koptelefoonmans eigenlijk nog spotten in deze aflevering, jongens. Dus we gaan eens even kijken of dat gaat lukken. Dit is echt wel heel gaaf, moet ik zeggen, jongens. Die twee firms zo naast elkaar. Nou, dan kom ik er nog eens achteraan. Dit is heel gaaf, toch? Eigenlijk missen we nog een trein die echt binnenkomt rijden. Maar ja, je kan niet alles hebben natuurlijk, hè. Zo. Ah, kijk. Als we het erover hebben, daar komt hij al. De SLT. Zo, we gaan door naar spoor. Of naar de 60 kilometer. Nu, zo. Ja, ik rij op de grens, hè. Jullie weten het. Ik rij op de grens. En dit lijkt me een sein inderdaad. Wat op rood zou staan. Even kijken. Oh, maar volgens mij is die alweer goed. Even kijken. Ja, hij is vast alweer goed volgens mij. Even terug te komen op een aantal afleveringen geleden waar ik met de flirt rijd. Ik ga binnenkort dat scenario nog eens een keer proberen overnieuw te doen. Want jullie hadden mensen gezegd dat ik te vroeg ging skippen of vertappen of zo. Dus dan weet ik dat ook weer. En dan ga ik proberen voortaan dat minder te doen. En ik ben wel blij dat ik die aflevering alsnog online heb gezet. Daar kunnen ik van leren, daar kunnen we allemaal van leren. En ja, ik weet het niet. Ik kan die aflevering niet online zetten, maar zo is het gewoon, weet je. Dus ja, het is eventjes lastig uitleggen, maar goed. In ieder geval, we hebben het achter de rug. ICE-aflevering ook goed bekeken, super tof. En hopelijk dat we vandaag weer een super toffe aflevering verder kunnen voortzetten. We gaan door naar Amsterdam Sloterdijk. En als wij dan daar aangekomen zijn, dan gaan wij de comments maar eens behandelen, denk ik. Kijken.
mooie, mooie route is het nog steeds. En ja, de Noordwest-Nederland 5 die zal binnenkort denk ik uitkomen. Misschien als deze video online staat, dan is die al uit. Maar die ga ik ook zeker spelen. Dus wees niet bang, dat gaat helemaal goed komen. Als die uit is, officieel, dan ga ik dat ook doen. En dan gaat het helemaal goed komen. Nou, we mogen de brug op. Dat vind ik het persoonlijk het leukste. Zo, en ik moet zeggen, we gaan wel met een redelijke tempo die wissels over. Ik had wel verwacht dat wij even moesten afremmen naar de 80 of zo. Nou ja. Zo. Ja, en dit is eigenlijk best wel een slimme constructie, jongens. Zo, als je bergje op en bergje af. Want als je bergje op gaat, dan rem je automatisch af. En als je dan weer snelheid moet maken, ga je weer naar beneden. Dus ik vind het wel een slim idee. Diegene die Amsterdam Sloterdijk ooit op de kaart gebracht heeft, zeg maar. Dus ik shout-out naar degene die dat verzonnen heeft. Het zal vast ProRail of zo geweest zijn, maar alsnog. Ik ga nou ook niet extreem hard afremmen, want ik weet dat we toch het bergje op gaan en dat we dan ook nog afremmen. Dus dit vereist natuurlijk een soort, een soort speciale tactiek of zoiets. Kijk, daar gaan we al, bergje op. En als je dan linksonder kijkt, dan zie je dat de tempo er al weer iets vlotter afgaat. Zo. Wij remmen zachtjes aan door. En we komen met een perfecte nette snelheid van 40 kilometer Amsterdam Sloterdijk binnengereden. En ik vind dit altijd echt super raar. Jullie zien het volgens mij boven in de opname ook, dat geknipper en zo. Ik ben toch altijd nog benieuwd wat dat, hoe dat kan, zeg maar. Nou, we gaan hem tussen de 4 en de 6 zetten. Want we hebben 5 bakken. Dus dan denk ik dat hij zo perfect staat. Hoppakee. Aan de andere kant komt een SLT binnengereden. Ik wou zeggen, dat duurde even. Goed, ik ga de comments erbij pakken. Mijn mobiele telefoon is ook bijna leeg, dus ik hoop dat ik ze allemaal kan behandelen. Comments van aflevering 179 heb ik bij me. Daar zegt Matthias Zelstra: leuke video, leuk dat je op Fictiva reed. Ben zelfs ook van plan om deze in de toekomst aan te schaffen. Ja, waarom niet, Matthias? Een leuke route. En het is lekker fictief, zoals je zelf ook al zegt. Dus alles kan en alles mag. Jurgen Smit, dat je de G2 en de Flirt vergelijkt, vind ik niet zo raar, want de Flirt en de G2 zijn beide door Stadler gemaakt. Ja, inderdaad, dat klopt. En dat klopt. Ja, ik kan er niks aan toevoegen. Dylan van Willigen. Aparte naam. Maar wel, geen probleem meer verder mee natuurlijk. Maar het is een Dylan van Willigen. Dylan Willigen. Ja, ik weet niet. Het is een beetje, ik weet het niet. Geen gekke naam of zo, maar het ja. Goed, ik ga de comment in ieder geval doen. Nijmegen Roermond, daar rijdt Arriva Flirt tussen. Flirt alleen dan in Arriva, die rijden ook op Dordrecht, Geldermalsen. Dus Nijmegen Roermond, ook mooie route, maar op Roosendaal gaat die niet rijden, denk ik. Want dat gaat niet tot, dan gaat die tot Zwolle vanaf Roosendaal. En dat is voor Intercity en geen sprinter, helaas. Maar ik woon ook in jouw woonplaats, Oude. Dus hoop dat er op de Zeeuwse lijn misschien komt, dat er stoptreinen van Vlissingen naar Dordrecht rijdt. Slechte zin, sorry Dylan, maar Dordrecht rijdt in de city naar Amsterdam. Alleen maar tussen Vlissingen en Dordrecht op Middelburg-Soepburg, Kroeskruiningen en eventueel Laagzuiden stopt en als Intercity. Goed, mocht je de comment nog eens willen nalezen, ik zou zeggen, ga je gang gerust, want
Ik heb er redelijk wat moeite voor moeten doen, zeg maar. Gaming en tech. NS Flirt 3 rijdt tussen Arnhem, Ede, Wageningen, Arnhem, Den Bosch. Den Bosch, Deurne en net rijdt tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. En Arriva rijdt in Limburg. Laatst was er een... Ik zag in mijn ooghoeken dat wij te snel gingen. Even kijken. Laatst was er op het nieuws dat de omroep bij station Wijchen spreekt uit als Wijchen. Ja, dat de omroep zegt Wijchen. Dezelfde is bij Den Bosch. De omroep zegt Zetogenbos. De stem lijkt op een stem van Google Translate. Je kan in één eerste en tweede klas mobiele apparaat opladen. En er is een wifi aan boord. De prullenbak is te vinden op het balkon. Ja, dat heb ik inderdaad wel eens gelezen. Inderdaad, dat de prullenbakken inderdaad veranderd zijn. Maar ik vraag me dan af in die flirt. Als de prullenbakken veranderd zijn, jongens. Dan gaat het toch een zooi worden. Want wie van de studenten gaat nou helemaal naar het andere kant lopen om even iets weg te gooien? Ja. Dat zijn leuke dingen in de theorie, maar ik moet het nog maar in de praktijk zien, weet je. Iedereen laat het lekker zijn zooi slingeren, weet je. Als je in de trein zit, dan relax je. Ik denk niet dat het iets, dat een slim idee is geweest. Maar we gaan het zien. Je weet het niet. Nou goed, we gaan ons klaarmaken voor de stop op Amsterdam Lelylaan. Een mooi station natuurlijk. Zo. Eigenlijk voor mij is dat station waar ik nog nooit gestopt heb, jongens. Amsterdam Lelylaan. Nee, ik heb er volgens mij nog nooit echt gestopt. Of het moet al een tijdje geleden zijn, maar volgens mij niet. Nou, we gaan zien hoe en wat. Zo. En het scenario is trouwens op het treinpunt te vinden. Mocht je dit ook willen spelen. Even doorrijden. Bij de bakbordjes gaan we natuurlijk stilstaan. Zo, ietsjes voor de 6. Hoppakee. En dan gaan we eens even kijken hier om ons heen. Jongens, dames en heren, jongens en meisjes. Ik zie er 2. Ik zie er 1. En ik zie er 2. Hij heeft een nieuwe trui, jongens. Kijk eens even. Ik zou zeggen, let's play the music. Yes! Oké, dat waren ze. 2 keer koptelefoonmans. Dat moet gewoon puur geluk geven voor de rest van deze aflevering. Here we go. Iets te vroeg. Hopelijk is het nog steeds een goedkeuring. Nee, dit is echt jammer. Nou goed. Ik ben ietsjes te vroeg vertrokken. Nou, we gaan richting Schiphol, jongens. Ik heb er zin in. Verder met de comments. Even kijken. Jurgen Smit, ik kan je trouwens aanraden om het traject Maastricht-Heerlen te rijden. Hier rijden als het goed is ook flirts van Eva. Maar het is een prachtig traject. Ook rondom Arnhem. Rond Arnhem is de omgeving prachtig. Ook hebben ze daar een prachtig park als je van het centrum afloopt aan de andere kant van het station. Ja, dat vind ik altijd bij Breda mooi. Ik hoop dat Jerome dat er ook nog in gaat doen. Hey Jerome, als je kijkt. Dat parkje vlakbij het station, dat vind ik erg mooi, moet ik zeggen. Dus ja, dat zou heel gaaf zijn als dat er soort van bij zou komen natuurlijk. Het is wel een aardig eindje van het station af, maar het zou leuk zijn. Dan heb ik hier nog een comment van de one and only Timo Lendrik. De flirt rijdt ook tussen Arnhem en Ede-Wageningen. Nou, leuk. Oh ja, ja. Nou ja, daar rijdt hij inderdaad ook. Vorige keer, maar dat ging mis. World of Trains. Bij de nieuwe Flirt 3 schijnt het omroepsysteem niet wiegend. Nou, dat heb ik al gehad. Patrick van der Meulen. Waar hou jij de treinen en mappen? En vandaan kan je een tut maken hoe je alles erin zet. Nou, dat is niet heel moeilijk. Er zijn ook al mensen die daarop reageren. De treinen kosten geld. En nou,
tutorials, die zijn al genoeg te vinden op YouTube. Waaronder ook op Game Channel. Marijn van Doren, weer een leuke video. Blijft een mooie trein de Fleur 3. Ja, inderdaad. Jordi Boshoven, als je tussen... Oh, voor mij ben ik iets te vroeg voor het scenario. Als ik hieronder kijk. Jordi, die zegt als je tussen Arnhem en Den Bosch gaat reizen, dan kan je gegarandeerd in een Fleurt. Nou, dan moet ik dat eens een keer doen. Matthias de Kroon, him de rijdt Tuus en Deurne en Den Bosch. Hij rijdt tussen Deurne en Den Bosch, denk ik dat moet zijn. Kian Brink, wauw, ik ben blij dat je in mijn aanbevolenlijst verscheen. Wat een goede content. Plus 1 abonnee, ga ze door. Dankjewel Kian Brink voor jouw toffe comment. En leuk om ook eens zoiets van jou te horen natuurlijk. Max Verstappen, leuke naam. Tussen Roermond en Maastricht kun je de Arriva Flits zien. Nou, dat is super gaaf natuurlijk. HTB geeft aan 130, dus dan geven wij een beetje tractie bij. Erik Kiesau, leuke video. Dankjewel Erik. René Werkman. Als je de sleutel eruit wil halen, moet je eerst die hendel daarboven helemaal naar rechts doen. Oké, okay, nou, gaan we dat volgende keer een keertje doen. Dan heb ik hier nog een comment van Christian983. De Fleurt rijdt rond tussen Zetterbos en hij was toevallig in het nieuwe nieuws dat er problemen zijn met het elektrische omroepsysteem. De Blokker heeft nu toevallig een actie, een kaartje voor in de daluren door heel Nederland voor 14 euro, meen ik. Nou, dat is niet veel geld. Dan heb ik er nog een van Maart NF. Als je met de Airnet Fleurt mee wilt, moet je op het traject Gouden Alphen aan de Rijn zijn. Voor de rest is het Zuid-Nederland station Zetterbos een ware hotspot. Verder hoop ik dat de SLT-geluidjes nog uit de Fleurt worden gehaald. Het is nog zeker een mooie trein, maar hij kan nog steeds mooi. Ja, nou, dat is inmiddels aangepast in de patch, heb ik vernomen. En we gaan hier mooie tunneltje in, zie ik al. En dan heb ik hier al de laatste comment, die is van Gek Idee. In de loop van het jaar rond maart... even kijken... Van het jaar rond maart en april gaan de Fleurt 3 treincellen van de NS ook rijden tussen Zetterbos en Dordrecht. En tussen Dordrecht en Roosendaal. Oh, dat is gaaf. En tussen Apeldoorn en Enschede. En tussen Weert en Tilburg Universiteit. De DDR rijdt op dit moment tussen Alphen, Apeldoorn en Almelo Enschede. En soms tussen Arnhem en 's-Hertogenbosch. Gaaf. Dat waren de comments weer. En we zijn weer lekker bijgebabbeld, denk ik zo. We gaan even afremmen naar de 80. En dat is wel een leuk heb je trouwens een leuke comment? Sorry, ik moet het even afsluiten natuurlijk. Laat het dan hier gerust weten onder in de reacties. Als jij nog leuke verhalen hebt wat je wilt delen met de rest van de kijkers van deze aflevering. Het is wel leuk dat we in deze trein rijden, want binnenkort komen de nieuwe COA-signen. Wat gaat er in die COA, in dat nieuwe COA-pakket zitten? Onder andere signen voor in tunnels. Dat is heel gaaf. Binnenkort te downloaden dus. Misschien zijn die, als we nu al kijken, zijn die ook al te downloaden. En nou, zoals je nu ziet, dit zijn hier gewone signen eigenlijk, zoals het normaal is. Je ziet er heel goed, kijk, zie je die palen erbij. Zie je? Die zijn er een beetje weggepropt, zeg maar. Het ziet er niet helemaal mooi uit. En daar gaat binnenkort verandering in komen. En kan je dus in, kan je heel gemakkelijk eigenlijk in tunnels ook signen plaatsen. Nou, super gaaf. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, wij komen binnen op station Schiphol. Hallo, kom maar binnen, jongens. Zo. Hier links een zakenman. Die moet zijn vliegtuig misschien halen. Passagiers in en uit laten stappen. Oh, en dan komt hij opeens de andere kant op. Even kijken, volgens mij moesten wij nu keren. Ik snap niet waarom ik hier gefaild heb, maar oké. Schiphol, Hoofddorp. En dan gaan wij naar Hoofddorp en dan moeten wij iets afdroppen of zoiets. Ik ben heel erg benieuwd wat wij dan moeten afkoppelen, want volgens mij...
Is, oh ja, wacht, hebben we nog een ding van achter. Oké, okay, ik snap hem. Goed, we gaan door naar station Hoofddorp. Ik vind het heel jammer dat ik deze twee niet gehaald heb. Deze is gewoon echt heel raar en deze is natuurlijk mijn eigen schuld. Maar ja, laten we snel verder gaan met de rit. Het gaat natuurlijk ook om de rit, hè. En van mij mogen er trouwens ook wel eens in de dingen nieuwe mensen komen. Nieuwe personages in Train Simulator. Zou dat mogelijk zijn trouwens? Ik ben heel erg benieuwd. Mochten er wat routemakers kijken, zou het mogelijk zijn om wat nieuwe personages hier zo rond te laten lopen? Dat meneer koptelefoonmans gewoon opeens een andere koptelefoon of zo heeft. Dat zou wel grappig zijn natuurlijk. Nou ja, we gaan in ieder geval door. En ik ga dat gas er ook gelijk een beetje opgeven. 130 mogen wij. We gaan ook een bergje zo meteen op, volgens mij. Dus we kunnen lekker het gas even erop gooien. Of de tractie. Zo. Nou, dan ben ik benieuwd wat wij zo meteen precies moeten doen. Ja, die vind ik wel heel gaaf klinken, die SGM, moet ik zeggen. Ik ben trouwens benieuwd wanneer de SGM's eruit gaan. Gaat dat tegelijk zijn met die volgende nieuwe treinen van de NS die gaan komen? Die, hoe heet die? De KAFs of zoiets? Ik weet het eigenlijk niet eens hoe die dingen heten. De KAFs of zo? KAFs, NS. Ik heb het ergens. NS-KAF, ja, inderdaad. Nou ja, binnenkort ben ik er, dat gaat een nieuwe trein worden, daar ben ik heel benieuwd naar. We geven wat gas bij, want we gaan hier echt het bergje op. Lastig station om hier echt goed te stoppen, denk ik, want je gaat aan de andere kant de berg op, maar aan de andere kant, ja. Je moet ook wel weer stoppen hier zo. Nou, wij moeten even afremmen naar de 40 kilometer. Ik denk dat wij ergens een wissel over moeten. En dan gaan wij volgens mij zo meteen nog terug, dacht ik. Ja, we gaan naar Hoofddorp. En dan gaan wij zo meteen weer richting Schiphol. Dan komen we tegelijk binnen met een prachtige veerdermooi. Oh, sorry. Nou, ik denk dat we deze rit toch heel netjes zo doen op dit moment. Oké. Komen we tegelijk binnen met de veerder naast ons. Oh, die gaat ook al gelijk weer verder, joh. Moet hij dan even je mensen in de rij laten stappen? Nou, oké, dat kan ook. Gaaf, hoor. Ik heb mijn koersborden nog niet eens aangepast, jongens. Extra trein. Nou, we gaan weer naar Schiphol, volgens mij. Dus ik ga hem daar alvast op zetten. Ik vergeet dat de laatste tijd heel veel. Even kijken. De airco is stuk. Laat achterste treinstel achter en koppel op het opstel nieuwe delen aan. Nou, dan gaan wij dat doen. Hoppakee. Schiphol Airport. Eventjes nog een mooie screenshot maken, want dit is wel heel erg gaaf hier zo. Dit is toch gaaf, jongens, of niet soms? Ik vind dit gaaf, hoor.
Oké, goed. Ik ga verder. De achterste delen, die koppelen wij hier zo af. Even kijken. We hebben... Dat moet dat hem zijn dan, denk ik. Laat het achterstein staan hier achter de Erko's Quad. Deze wordt weggereden door een collega. En koppel extra wagons aan voor de terugweg op het opstelterrein. Nou, dan gaan wij dat doen. Zo. En volgens mij heb ik hier iets wat, wat ik niet, of wat ik mis, zeg maar. Mocht iemand weten wat ik hier precies mis, want ik denk niet dat het bord Hoofddorp hier zou vliegen. Volgens mij is het een soort gebouw hier of zo. Lijkt het wel. Mocht iemand weten wat het is, laat het maar weten in de comments. En ik zie dat ik alweer ietsje snel ga. Excuses. Zo. Hoi. Moeten we aan die firm koppelen daar? Dat zal toch niet? Oh nee, we gaan zo meteen natuurlijk onder het viaduct door. Even concluderen. Ik ben heel erg benieuwd namelijk. Die firm zal het niet zijn, maar... Oh nee, het gaat deze worden. Het gaat deze worden, denk ik. Ah, het zou wel grappig zijn als we even naar de SLT of zo koppelen. Nou goed, laten we maar verder gaan in de cabine. Hier rechts een gebouw, dat zeg ik. De slogan. Zo. Echt een rustig tempootje. Echt een rangeersnelheid dit. Zou niks voor mij zijn, rangeerder. Geef mij maar de Thalys of zo. Lekker gassen. En dan zo snel mogelijk. En dan als je in Parijs bent, dan ga je tegen die Fransen een beetje bluffen. En dan zeg je, nou, ik deed er zo snel over. Dan zegt die Fransen, ik ga even laten zien dat ik dat sneller kan. En dan gaan hun ook weer naar Nederland heen en weer. Ik weet eigenlijk niet eens of dat zo zou gaan, maar het klinkt wel grappig. Zo. Hey, handje omhoog. Oké. Hoppakee. Oké. Zo. Volgens mij hebben we nu een aardig lange SLT, heb ik het idee, jongens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bakken SLT. Holy shit, jongens. Dit is gaaf. Je zou misschien denken, je gaat zeggen, nou dat is lang, maar ik vind het eerder gaaf dit. Zo'n lange SLT. ATB maar even aanzetten natuurlijk, lijkt me ook niet heel onbelangrijk. En de lampjes. En dan gaan wij naar Hoofddorp. En daarna gaan wij door naar, denk, eindpunt Schiphol. Heel raar dat we dan precies daar moeten stoppen, maar... Ik moet zeggen, ik vond dat erin leuk worden. Ik wil meer scenario's hebben van deze maken. Mijn Sebastiaan was het volgens mij. Ik kan het al even nakijken misschien. Even kijken hoor. Moet ik even heel ver terugscrollen. Dat is een redelijk oud scenario dit. Nou ja, wat is oud? Nou, kom op. Nou, volgens mij was het in ieder geval ene Sebastiaan, maar volgens mij kan ik het ook nog hier zo kijken. Sebastiaan Groenveld. Juist, dat was hem. Nou, perfect. Lekker bezig, Sebastiaan. Ga zo door met scenario's maken. Alleen, hij had ook een scenario gemaakt met de DDZ. Die kon ik helaas niet openen. Dat was, dan kreeg ik meteen elke keer temdumps. Dus ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Zo, wij komen aan op station Hoofddorp wederom. En de andere SLT is nog niet weg.
Had leuk geweest dat het zou zijn als die nu weg zagen rijden. Holy shit man, een lange SGM vandaag. Zo. Passagiers in en uit laten stappen. En dit is wel echt even gaaf, jongens. Zou deze borden ook al op schip? Extra trein. Waarom staan die nou op extra trein, jongens? Ik heb het toch net aangepast. Dit klopt niet, jongens. Ik ga het even gelijk aanpassen naar Schiphol Airport. Ah, die mensen moeten aardig doorrijden. Nou, ik denk dat wij onze rit verder kunnen voortzetten. Oké, nou, we gaan verder. Ik vind het al jammer, jongens. Ik wil een langere aflevering hebben van dit soort scenario's. Want dit is leuk. Dit zijn nou scenario's waar echt iets in gebeurt. En daar hou ik wel van, moet ik zeggen. Beetje afkoppelen, beetje bijkoppelen, beetje aankoppelen. Weer terug, weer heen. Ja, dat vind ik wel leuk, moet ik zeggen. Zo. Oh, dat was even een heuveltje. Gaan we de tunnel hier weer in. Echt een lange SGM hebben wij hier, echt. 11 bakken. Heb ik dat echt goed geteld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 bakken, echt waar. We komen met een flinke snelheid het station of dingen binnen gereden. Volgens mij is dit echt het eindpunt al, jongens. Nu al. Jammer. Yo. Heuvel. Afremmen naar 80. Zo. Nou, en ik denk dat ik de rit met de ICE ging natuurlijk de laatste keer ook goed. Alleen met de flirt, ja, dat ging ook goed. Alleen, ja, daar had ik een rare bug. Maar ik hoop dat ik alles bij elkaar met deze aflevering zeker alles goed gemaakt heb. Van wauw, wat was dit een gaaf scenario, zeg. Echt. Mijn complimenten voor Sebastian Groenveld, volgens mij, dat was. Mijn complimenten. Nou, wij komen hier binnen op station Schiphol. En volgens mij is dit tevens het eindpunt. Maar ik zou het niet erg vinden als we nog een stukje verder moesten rijden. Maar ik ben bang dat dit echt het eindpunt is, jongens. Zo. Nou, ik zal het linkje van het scenario even in de beschrijving van de video zetten. Dan kunnen jullie dit gave scenario ook spelen. Want ik vind het echt gaaf, jongens. Zo. Ja, lange SGM, dus we gaan hem even goed ver doorrijden. De achterkant is er nog steeds niet op. Hier zo bij de trappen is denk ik mooi.
Zo. Laten we de passagiers hier in en uit stappen. Hoppakee. En dan zit het er alweer op, denk ik. Maar we gaan het even afwachten hoe hij het gedaan heeft. We hebben hem sowieso niet gehaald. Maar alsnog, ik vond het een gaaf scenario, jongens. Echt waar. Nou, scenario incomplete. Er is rook gezien, het treinverkeer is stilgelegd. Einde van uw dienst. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering van Train Simulator 2017. Ik vond het een super gaaf scenario. Vond je dat nou ook? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. 55 duimpjes, vind ik een mooi aantal. Gaan we het halen? Ik ben heel erg benieuwd. Laat een like achter. Ken je ons nog niet? Abonneer is gratis en vrijblijvend. En dan zie ik je graag de volgende keer weer met een nieuwe aflevering hier op Game Channel. Bedankt voor het kijken en tot dan!